Een hele goede morgen. Nou, we zitten momenteel op Schiphol te wachten voor onze vlucht naar Rodos. We zijn door Sunweb en de overheid geselecteerd om met 188 andere mensen op vakantie te gaan in een bubbel. We zitten in een 5-sterren hotel. Daar kunnen we gewoon gebruik maken van de zwembaren, van de sportschool. De restaurants op het park zijn open. Dus ik verwacht eigenlijk heel veel leuke momenten te gaan krijgen. Het is al meer dan thuis sowieso. Hè. In Nederland zitten we eigenlijk alleen maar thuis en doen we verder weinig. Dus het is voor ons echt een leuk uitje. Ja, daarnaast vind ik het ook echt enorm belangrijk dat de reiswereld weer op gang geholpen wordt. Ze zijn ook erg blij dat we die bijdrage een beetje kunnen leveren. Hè, met, door onszelf op te geven en ons meerdere malen te laten testen en de bedrijven de kans te geven om te onderzoeken hoe het is om in een bubbel op vakantie te gaan. Dus ik hoop allemaal dat het enorm positief uitpakt en dat het straks weer ook voor de grotere mensenmassa beschikbaar is en toegankelijk is. En, we leven erg mee met de mensen die geen baan meer hebben, hè, die uit de reiswereld komen of in het hotelwezen zitten. Dus wat ons betreft mag het weer zo snel mogelijk op gang geholpen worden. Mits natuurlijk ook de veiligheid en de gezondheid gewaarborgd kan worden. Nou, ik zou zeggen, heel fijne dag verder en we keep you updated. Hoi. Afgelopen maart was de tweede ramkraak van dit jaar bij jouw winkel Bas de Wit. Ja. Wat doet dat met jou als ondernemer? Ja, enorm veel. Hè. Je wordt er moedeloos van. Als je net je puis herstelt van de ramkraak van januari en je wordt weer 's nachts uit je bed gebeld door de alarmcentrale en je komt weer één grote ravage kom je tegen, dan zakt wel even de moed in je schoenen. Ja, want inderdaad ook nog coronatijd. Jullie zijn dicht. Ja. Hoe sla je er dan toch doorheen, door zo'n moeilijke tijd? Ja, kijk, we hebben een goede webshop lopen en een hele trouwe klantenkring. Dus we zijn veel naar klanten toegereden, we hebben bezorgd, er werd veel via de webshop besteld. Je bent niet open waar een winkel voor bedoeld is. Hè. Klanten ontvangen, je collecties laten zien en je persoonlijke service verlenen. Ja, dat kan dan niet. Maar de moed om het te ondernemen is nog steeds niet in de schoenen gezakt bij jou. Je gaat door. Nee, ja, op dat moment natuurlijk wel even wel. Maar ja, uiteindelijk sta je ook weer op en ga je weer verder. Want ondernemen, dat is nou eenmaal waar we goed in zijn. En we dat met 13 jaar al met passie aan het doen zijn. Dus dan ga je altijd verder. Want wat voor maatregelen heb je moeten treffen om de winkel beter te beveiligen nu? Nou, we hebben nu van de gemeente tijdelijke rampalen gekregen. Betonpalen die voor de deur staan, zodat je dus niet meer een ramkraak kan veroorzaken hier. Rolluiken worden geplaatst. Zo zijn we de continue winkel beter aan beveiligen. Want die rolluiken, dat is wel een lichtpuntje eigenlijk misschien, die kunnen door een crowdfunding worden vergoed. Ja, bijzonder. Echt overweldigend het bedrag wat er is opgehaald. Überhaupt natuurlijk het initiatief om een crowdfunding actie voor mij op te zetten. Dat is iets wat we nog nooit hebben meegemaakt. En dat geeft natuurlijk enorm veel warmte en positiviteit. En dat er dan ook nog zo massaal is gedoneerd, dat doet heel erg veel met ons. Want bijna 6.500 euro nu? Ja. Had je dat verwacht? Nee, überhaupt geen crowdfundingactie hadden we verwacht. Dus het feit dat dat al op is gezet was al geweldig. Ja, dat het dan ook nog massaal is gedoneerd, is ongelooflijk. En hoe gaat het nu met jou? Ja, met mij gaat het goed. Hè. Persoonlijk gaat het met me goed. De winkel is natuurlijk nog wel half open. We zijn open voor winkel op afspraak. Dus in ieder geval een eerste stap. Maar ja, we willen natuurlijk heel graag gewoon open. Zodat het niet meer die drempel is om te komen winkelen enkel op afspraak. Maar dat je gewoon lekker als consument ook weer gewoon in en uit kan lopen. En onze collecties kunnen verkopen. Ik vind het ontzettend leuk, gezellig. Ja, onverwacht. Ik hoorde gewoon muziek en ik denk ik ga even naar buiten. Ik ga graag naar theater, naar musea. Dus dat mis ik zeker. Dus dit is een erg leuk initiatief. We moeten allemaal nog even volhouden, denk ik. Ja, ja, geweldig. Hartstikke leuk. Ja, dat is toch super gaaf. Zo'n theater voor je deur. Ja, heel leuk. Echt heel leuk. Ik had het niet verwacht. Ik stond in de keuken en ik hoorde opeens muziek. Ik vond het wel gezellig.
Dus blijf thuis, parade straatprijs. Zo. Je weet niet waar die gaat vallen, maar blijf thuis en misschien heb je geluk. Oh, op die manier, wat leuk. Nou, leuk idee. Ja. Want het is natuurlijk een beetje in tijden van corona, niks gaat meer door. Nou, hou je het nog een beetje vol? Ja hoor, ja, dit is ook een studentenhuisje, dus we hebben elkaar gewoon. Dus thuisblijven is sowieso wel heel leuk hier. Ja, echt hartstikke leuk. Ik bedoel, eindelijk wat nieuws. Ik bedoel, best wel een regenachtige dag natuurlijk, maar... Brengt toch even wat licht aan de horizon dan, dit soort acts. Ik bedoel, we waren net gewoon een beetje tv aan het kijken, maar als het dan in je straat is, dan heb je toch weer echt een leukere middag. Dus ja, top. Ja, ik vind het fantastisch. Wat leuk, helemaal onverwachts. Tja, wij zaten hier gezellig met wat vriendinnen binnen en opeens kwamen ze voorbij. Hartstikke leuk. Wij zitten nu ook gewoon gezellig thuis met elkaar met een wijntje. Je moet er toch wat van maken in deze tijd. Helemaal disco vibes. Wat mooi. Ja, heel erg leuk. Twee mannen op stelten, of een man en een vrouw, ja. Het zou wel heel erg fijn zijn als de musea bijvoorbeeld weer open gaan. Ja, het zou wel heel erg leuk vinden met de kinderen naar toe te gaan. Zeker, heel leuk. Ja. Worden we weer vrolijk van. Je kan er veel dingen voor vinden en plantjes vinden. Zo'n 300 basisscholen in Zuid-Holland gaven dinsdag buitenles. Op initiatief van IVN Natuureducatie en Jantje Beton trokken de kinderen en hun leerkrachten naar buiten voor de Nationale Buitenlesdag. Nou, het gaat vooral om een activiteit die we buiten doen. En vandaag hebben we stoepplantjes. En het leuke is dat het voor de kinderen een soort speurtocht is naar stoepplantjes. En tegelijkertijd leren ze wat voor een stoepplantjes er allemaal zijn. Dus het leuke is, we zijn buiten, het is speels en ze leren er wat van. En ja, ze zijn heel enthousiast. Ze gaan heel enthousiast overal in alle kleine hoekjes zoeken. En ja, het is echt leuk om te zien. De frisse lucht is sowieso belangrijk. Dat ze gewoon lekker buiten kunnen zijn. Maar ook gewoon de energie die ze even kwijt kunnen. Het is best wel lang, een hele dag in de schoolbank. En dan is het leuk als ze even iets anders kunnen doen. En dat kan in de klas zijn, bewegend leren in de klas. Maar dat kan ook gewoon lekker buiten zijn. En met dit weer wil iedereen naar buiten. Hamza uit groep 5 onderzocht de lokale flora. Hier zit zo'n kaart waar we helemaal moeten aanstrepen. Alle plantjes. En er staan ook namen bij. Juf Judith kijkt tevreden terug op de buitenlesdag. Ik denk dat we het vaker gaan doen, want op de website van buitenspelen stonden hele leuke ideeën. En dit is met behulp van natuureducatie. Gelukkig, want ik weet niet zoveel van stoepplantjes. Maar op de website staan ook leuke ideeën voor spelling, voor taal, voor aardrijkskunde. Dus zeker voor herhaling vatbaar. Hoe is het dat hij er weer is? Het is geweldig. Ik kan het soms nog niet helemaal geloven eigenlijk. Het is zo bijzonder. Igor verdwijnt 6 weken geleden spoorloos. Zijn baasje Ina Rus is ontroostbaar en trekt alles uit de kast om de 11-jarige kater weer terug te vinden. Ze laat zelfs een speurhond opdraven. Die heeft in zijn mandje geroken en toen zijn hele route gevolgd. Die veel groter bleek dan wij dachten. En toen kregen we zelfs via die speurhond van een medium door dat hij overleden was. Dat hij was aangereden. Dat was gelukkig niet waar dus. Nee, want Igor blijkt in Den Haag te zitten. Daar is hij gevonden, onder een brug, in een waterafvoerriool. In de buis zat hij. Ik vind hem zo zielig. Ik vind het echt heel erg dit. Ik zou hem zo willen pakken. Maar dat heeft de dierenambulance in Den Haag gelukkig al gedaan. Al ging dat nog niet zo makkelijk. Totaal geen reactie. Oh, nu wel. Weet je nou achteraf wat er gebeurd is? Nou, niet echt. Hij moet met een auto meegegaan zijn, want hij kan dat stuk niet gelopen hebben. Dat geloof ik nooit en dat doet hij ook niet. Hij ging nooit ver. En er zit hier een bouwbedrijf. Die zijn hier met een bouw bezig. En dat bedrijf zit in Den Haag, dus... Ja, we denken maar dat het daar misschien... Hij zou meegelift kunnen zijn. Ja, dat zou kunnen. Igor moet nog wel even bijkomen van zijn Haagse avontuur. Maar verder maakt hij het goed nu. Fijn dat je er weer bent, hè. Helaas is het fout gegaan.
excuses aan de inwoners voor de overlast die dat met zich meegebracht heeft. Maar gelukkig hebben we een oplossing gevonden. Excuses van milieuwethouder Ton de Gans aan de inwoners van Zoeterwoude. De aanslag van de jaarlijkse milieuheffing klopte bij veel mensen niet. Op het moment dat een inwoner zijn zak in de container deponeerde, dat niet goed geregistreerd werd in het systeem. En dat heeft te maken met dat er hiervoor een nieuw systeem in gebruik genomen is. Door een fout in de inrichting werd voor zowel grote als kleine zakken restafval het hoge tarief in rekening gebracht. De fout kwam aan het licht bij de jaarlijkse afrekening van de milieuheffing. Op het moment dat je natuurlijk aan de slag gaat met dat laten invoeren door de partij die de inningen doet, BSGR, dan kom je daar vervolgens achter. Zoeterwoudenaren die een te hoge aanslag ontvingen hoeven zich geen zorgen te maken. De gemeente heeft na de ontdekking van de fout alsnog de juiste gegevens weten te achterhalen. Er is gelukkig terug te halen wat het juiste bedrag moet zijn. En degene die het betreft aan inwoners, die krijgen dus een nieuwe aanslag tussen nu en 4 weken op de deurmat of digitaal in hun box. Als het wel klopte, dan komt er geen nieuwe aanslag. En dan mag de al in rekening gebrachte bedrag mag dan of via de automatische incasso betaald worden of via de factuur die men krijgt. Want als je een automatisch incasso hebt, dan hoef je als inwoner niks te doen. Dan wordt het automatisch gecorrigeerd. En anders dan moet je natuurlijk gewoon het bedrag betalen. De Gans heeft er alle vertrouwen in dat de milieuheffing volgend jaar wel in één keer goed gaat. Als de techniek niet verandert, dan is het gewoon een blijvende oplossing. Er zijn hier kinderen geboren en opgegroeid. Hè, zoals bij de meesten op kampen. En dat die ook een kans krijgen om hier te blijven wonen. Leidse kampbewoners begrijpen niets van het woonwagenbeleid van de gemeente. Mijn man is een geboren Leidenaar. Maar mijn familie, zeg maar, van vroeger, hebben hier ook gewoond. Op het grote kamp, op het kleine kamp. Dus daar zit ja, hele familiegeschiedenis aan. Dus daarvoor wilden we hier blijven wonen. Nou, staan hier nog wat plekken leeg en die staan al een tijdje leeg, hè? Ja, bijna 5 jaar staan ze leeg. Hoe kan dat? Ja, gemeente, hè? We hebben ook al hier van de mensen in de buurt al iedere keer vragen gehad waarom het hier zo uitziet. Het was de planning dat het allemaal snel zou gebeuren. Dat we bezig waren met renovatieplannen voor de woningen zelf. En ook om de plekken weer op te vullen van de mensen. Maar al die tijd niks gehoord. De lokale SP-fractie stelt kritische vragen aan het stadsbestuur over het woonwagenbeleid in Leiden. Ja, op dit moment vallen zij onder de regels van Holland-Rijnland. Eigenlijk hetzelfde als bij sociale huurwoningen. Dus daar moet je je dan inschrijven. En dan na een bepaalde tijd krijg je iets toegewezen. Met die zin dat voor woonwagenbewoners dat geen gelijke positie is. Omdat daar niet echt voor bijgebouwd wordt. Dus die kunnen heel lang wachten. En dan uiteindelijk krijgen ze nog niks. En als je nou geboren bent op een woonwagenkamp, dan wil je waarschijnlijk daar ook blijven wonen? Krijg je dan nog voorrang als kind als je ouders op een bepaalde plek wonen? Nou, daar wordt wel naar gekeken. Dat zou inderdaad ook moeten om inderdaad dat recht om in familieverband bij elkaar te wonen, om dat voor elkaar te krijgen. Holland-Rijnland gaat nu kijken of ze met een puntensysteem dat kunnen regelen. Maar daar heb ik ook vragen over gesteld, hoe dat dan eruit komt te zien. Want woonwagenbewoners zijn wel ongerust, want we hebben 3 locaties in Leiden. Hoe wordt dat gezien? Komen de mensen uit Roomburg bij Roomburg? Of kunnen die ook op een andere plek in de stad komen? En hoe zit het bijvoorbeeld ook met kinderen die destijds het huis verlaten hebben, geen plek hadden of konden vinden en in een huis zijn gaan wonen? Die hebben eigenlijk ook het recht om weer terug te komen in de woonwagen of een van de locaties om deel te nemen aan de woonwagencultuur. Nou, veel vragen van de SP, maar zijn er ook oplossingen? Hoe zou de SP het liefste zien dat dit opgelost wordt door de gemeente? Nou ja, een van de redenen waarom we hier op de Trien-Semlerstraat staan is omdat hier al 4,5 jaar 4 standplaatsen leeg staan. En de gemeente die komt gewoon niet de verantwoordelijkheid na om voor deze mensen voor nieuwe plekken te zorgen. Want dat is de oplossing. Ook bij Roomburg is nog een locatie waar extra plaatsen bijgebouwd zouden moeten worden. Maar onlangs hebben we terugkoppeling gehad van het college die daar in Holland-Rijnland het over gehad heeft. En dat klonk alsof er geen plannen waren om in Leiden iets bij te bouwen. En dat kan natuurlijk niet, want de meeste woonwagenbewoners in de regio wonen hier. Dus de plekken moeten er ook hierbij komen. Bewoner Ingrid stapte naar de rechter. Ik liep continu bij de gemeente tegen de muur aan. Op de vraag dat ze een behoefteonderzoek wilden doen, werd er gezegd dat ze dat niet verplicht waren. En op de vraag dat onze kinderen terug konden een woonwagen in,
werd er ook gewoon gezegd nee, want ze hebben nu eenmaal gekozen om een huis in te gaan. Maar wat ik denk is dat je alleen een keuze hebt als je een keuze hebt uit twee verschillende dingen. En die keuze was er niet. Er werden geen standplaatsen bijgebouwd. Er werd geen wachtlijst bijgehouden. En kinderen worden ouder. Sommigen stichten een gezin, anderen gaan studeren. Mijn dochters gaan studeren. En dan gaan ze de deur uit. En ja, daarmee zegt de gemeente, je geeft al je rechten op. Jammer joh, maar je komt niet meer terug. Maar je hebt de rechtszaak gewonnen. Ja. Wat was de uitspraak? Dat zowel gemeente Leiden als samenwerkingsorgaan Holland-Rijnland discrimineren op ras. En nu vechten we verder. We willen gewoon eerlijkheid dat ieder woonwagenbewoner, ongeacht of ze nu tijdelijk in een woning zitten of niet, gewoon met een reëel zicht terug kunnen keren naar een woonwagenstandplaats. Dat is hun recht. Ingrid vertrok jaren geleden met haar gezin van het kamp in de Stevenshof. Haar plek staat nog altijd leeg. Dat is heel verdrietig. Heel verdrietig. Ik word er ook heel boos van. Want er zijn genoeg kinderen die hier geboren zijn op dit kamp. Die allemaal verdreven zijn een huis in. Omdat er voor hun geen standplaatsen werden bijgemaakt. Er werd voor hun geen wachtlijst bijgehouden. En ja, uiteindelijk zijn ze dan verdreven een woonhuis in. Terwijl die hier gewoon vier plekken leeg staan. Waar deze kinderen met heel veel plezier willen wonen. Na zijn MS-diagnose moest Mark Helverstein-Smit noodgedwongen stoppen met zijn werk als kapper. Lopen wordt ook steeds moeilijker en dus heeft hij binnenkort een dure rolstoel nodig. Met zijn man zette hij een crowdfundingsactie op om 15.000 euro op te halen. Binnen 2 dagen was dat doel al bereikt. Wij spraken Mark daarover in de Leidse Hout. Ja, heel bizar. Gewoon echt heel bizar. Ik had het nooit verwacht dat het zo snel zou gaan. Überhaupt dacht ik van, ja, of het wel zou gaan lukken, was ik heel zenuwachtig over. Want ik denk, ja, zometeen lukt het niet. En, maar ja, het is gewoon gelukt. Doordat heel veel mensen het hebben gedeeld met andere mensen, met vrienden en familie. En ja, er is gewoon massaal gereageerd en gedoneerd. Ik ben echt sprakeloos. Ik vind het echt bizar. Je had het totaal niet verwacht? Nee, niet zo. Niet op die manier. Gewoon twee dagen. Ja, het is gewoon echt. Ja, ik vind het nog steeds ongelooflijk. Nou, het is natuurlijk voor een ontzettend goed doel. Ja. Want je kunt hier een hele mooie balansrolstoel mee kopen. Yes, ja. Wat zijn de voordelen van deze rolstoel ten opzichte van andere rolstoelen? Ja, hij is elektrisch, dus je hoeft hem niet voor te duwen met je handen. En hij is klein en heel compact. Hij kan makkelijk mee in de auto. Ik kan hem in huis gebruiken. Hij beweegt zich voor door, als ik naar voor leun, zeg maar, dan gaat hij rijden. En naar achter, dan gaat hij, zeg maar, achteruit. Hij is heel praktisch gewoon. Heel makkelijk te besturen. Hij is heel makkelijk te besturen. En hij ziet er gewoon fancy uit. Hij ziet er gewoon heel goed uit. Ja. Heb je je eigen bedmobiel eigenlijk? Ja, zoiets. Ja, ja. En ook jouw hond speelt een hele belangrijke rol in jouw Zeker. Leven. Zeker. Hoe gaat deze rolstoel Tess helpen om aan haar kilometers te komen? Nou, ik zou je zeggen, ik loop natuurlijk heel langzaam. Ik kan niet zo goed meer lopen door de MS. En Tessel past zich wel heel netjes aan. En ze kan gewoon goed naast me lopen altijd. En ze is heel braaf. Maar ik kan nooit lekker rennen met haar. Ze kan niet vaart maken en lekker lange afstanden met haar wandelen. En dat vindt ze niet erg. Maar weet je, het lijkt me gewoon zo fijn voor haar als ik gewoon lekker met haar kan rennen. Ja. Want mijn man die doet dat wel, die gaat dan met haar rennen en dan zie ik hoeveel plezier ze daarbij heeft. En dat zou ik ook zo graag willen. En nou, met die balansrolstoel kan ik vaart maken en dan kan ik lekker met haar gaan rennen. Ik zie daar echt heel erg naar uit. Heb je hem al besteld? Nou ja, ik ga aankomende dinsdag ga ik langs bij het bedrijf To Care in Os. En dan gaan we kijken. Ja, dan gaan ze passen en meten, kijken welke het beste is voor mij. En dan gaan we hem bestellen. Ja, want je hebt het geld binnen, neem ik aan. Dus het bedrag is er. Ik krijg sowieso een vergoeding van de gemeente, van de WMO. Ja. En dat kan ik met de crowdfunding aanvullen nog. En dan heb ik het bedrag bij elkaar.
Mark kan zijn droomrolstoel kopen met de 15.000 euro uit de crowdfundingsactie en de 10.000 euro van de gemeente. Met die aanschaf kan Mark weer aan heel veel leuke dingen meedoen. We gaan ieder jaar naar Frankrijk op de camping. Kijk. En we hebben daar, dat is een mooie camping in de Jura. Dat zit aan een groot meer. En heel veel mensen die wij kennen die daar ook altijd komen, die gaan heel vaak een rondje meer doen. Maar dat is 10 kilometer en dan kan ik niet mee. En ja, dat vind ik altijd zo jammer dat dat niet kan. En zometeen kan ik met die rolstoel kan ik gewoon mee. Ja. Kan ik ook gewoon een rondje meer doen. Dat is sowieso, ja, misschien een beetje stom, maar dat is een bucket list.